Good morning, guys. Oh my god. Het is zaterdag vandaag. En ja, zoals jullie weten, het is vlogdag. Het is vandaag weer vloggen. Het is nu. Hoe laat is het? 17 minuten over 8. Yay, lekker vroeg. En ja, ik ga jullie vandaag een aantal dingen laten zien. En niet veel. Als het goed is, blijf ik vandaag thuis. Morgen ook. Dus het wordt ja, chilling at home weekend. Dus ja, ik ben net wakker, zoals jullie misschien wel kunnen zien. En ja, ik ga me zo even aankleden. Mijn ouders zijn weg om boodschap te doen. En dan ga ik even naar beneden even eten en dat soort dingen. Ja, wie weet wat er vandaag gebeurt. Misschien gaan mensen bellen van op je zin om daar en daar mee naartoe te gaan. Dus dat zal vast. Maar in ieder geval, zoals jullie misschien gemerkt hebben, is elk weekend voor mij hetzelfde. Of ik ga met opa en oma mee dat ze ergens heen moeten. Of ik ga thuis hangen en ja, doe je niks. Dus ja, ik ben woensdag ziek thuis gebleven omdat ik heel veel last van mijn rug en mijn buik had. En vrijdag ben ik naar school gegaan omdat ik het eerste uur een toets had. En daarna ben ik ook naar huis gegaan omdat ik, ja, ik hield het niet vol wat zitten en dat soort dingen. Dus ik ben eigenlijk al een tijdje thuis. En een paar weken geleden op Facebook, ik had mijn oude mobiel mijn opa gegeven. Zodat hij, ja, zijn telefoon was een beetje crack en dat soort dingen, weet je. Hij deed niet meer. Deed niet meer wat hij moest doen, laat ik zo zeggen. En ik heb dan natuurlijk de iPhone van mijn vader. En mijn oude mobiel deed gewoon nog. Dus die heb ik teruggezet naar de fabrieksinstallingen en aan mijn opa gegeven. Zodat hij hem kon gebruiken voor de komende tijden. En ja. Dus nou, er zat dus een Engels hoesje om. En ik ben helemaal gek van Engeland en zo. En Amerika ook. En Parijs ook wel een beetje. En toen dacht ik van, ik zat toch alweer in. Oh my god. Sorry jongens. Ik zou toch wel weer een Engels hoesje om willen. Dus ik ben gaan zoeken. Ik had een leuk gevonden. Ik heb het op Facebook geplaatst. Van oh, dit zou ik echt super graag willen hebben. En mijn ouders willen dat niet. Omdat ja, ik ben eigenlijk gewoon een beetje hoesjes verslaafd. En ja. Toen reageerde er een vriend uit Amerika. Die in Amerika woont. En die zei van ja, ik stuur hem wel op, dat soort dingen. En toen vroeg hij wat voor telefoon ik had en het adres. Dat heb ik doorgegeven. En hij zei dat het 2 weken duurde. Dus ik dacht van hij komt met dat hoesje, weet je. Amerikaanse vlag. Engelse vlag stond op de achterkant en ik vond hem super vet en zo. En toen dacht ik dus van nou, die stuurt hij op, weet je. Ik denk dat die stuurt hij gewoon op, geen ander of zo. En gisteren kwam eindelijk het pakje binnen. Want ik heb gewoon een aantal weken met een heel stom hoesje gelopen. Gisteren kwam eindelijk het pakje binnen. Hier zien jullie het pakje nog staan. En ja, toen dacht ik, zo'n groot pakje voor één hoesje. Ik denk, dat klopt iets niet. Wat had hij nou gedaan? En dat vind ik echt super vet. Kijk. Hij heeft namelijk 5 hoesjes opgestuurd. Waarvan één van een S5 is, dat die waarschijnlijk niet door. Deze. Dus ja, die ga ik gewoon bewaren. En als mijn volgende telefoon wordt, denk ik ook wel een S5. Dan, ja, dan kan ik deze gebruiken. Maar dit was dus degene die ik gekregen heb. En nog meer, ik heb deze ook gekregen. Die vind ik zelf super vet. Een soort glas en lood waar licht doorheen komt. Heel mooi. En deze. Met een tijger, die vind ik ook wel super vet. En het coolste eigenlijk nog, vind ik deze wel. Een dolle biljet. Die vind ik super, super, super cool. Dus ja, ik dacht dus van welke moet ik er nou in godsnaam op doen? Hij heeft er 5 gestuurd. Deze 5. Zoals jullie hier misschien kunnen zien. Ik heb het al verklapt. Ik hoorde het nog niet zeggen. Maar deze is dus omgegaan. Deze heeft hij ook gestuurd. Deze vond ik zelf wel super vet. Eigenlijk ook. Maar ik vond deze ook. Deze vond ik super mooi. Deze twee.
En dit is dan weer typisch Amerikaans. Dus ja, ik dacht van als ik deze nou gewoon net hou, weet je, als er ooit wat is met deze gebeurd, dan kan ik dat erom doen. Dus ja, ik ben super, super, super blij mee. Dus als je kijkt, ik denk dat ik wel de link naar je toe stuur hier. Als je kijkt, super, super, super bedankt. En Danielle, so much thank you for the phone cases. I really love it. And they are so nice and pretty. And I really like this one. This is just, yeah, me, what I have for choice. So yeah, really, really, really thank you. And I've not noticed that you guys sent me 5 of them. So that's pretty awesome. And yeah. Thank you guys so, so much. I love you guys. And I really miss you guys also. So yeah. Now you can see me in the morning. Dus ja jongens, dat was super vet. En zijn vrouw spreekt, zoals jullie misschien net gezien hebben, Engels. En wekker! Woehoe! Wake up! The end. Zo ja. Ik ga me nu aankleden, mijn haar doen. Ik zit er niet echt uit. Ik wil douchen, maar ik heb gisteren al gedoucht. Maar ik denk dat ik wel ga douchen. En ja, dan is het vandaag. Heb ik huiswerk eigenlijk vandaag? Volgens mij niet. Niet dat ik weet eigenlijk. Kijk ik zo meteen wel naar. En ja, dan kan ik mijn coole schoenen aandoen. Die ik van mijn pa en ma heb gekocht. Ik vind ze echt super lauw. Corne Maynard heeft ze in het licht bruinachtig. En ja jongens, het is nu even aankleden. En deze wil je netjes in een la leggen. Ik wil niet dat ze beschadigd moeder zijn van ja, hang ze aan deze rails hier boven je bed. Dit ding. Maar dat wilde ik niet, omdat ik bang was dat ze gaan beschadigen. Dus ik leg ze netjes in een laadje neer. En ja, het zal in ieder geval wel heel blijven. Dat vind ik wel belangrijk. Dus ja, gelukkig is de sneeuw weg. Gisteren sneeuwde het. Misschien dat jullie het ook gemerkt hebben. En ja, nog 2 weken. En dan gaan we naar de première van Boys 7. Het is een week eerder opgeschoven. Daar ben ik super blij mee. En ja. Ook die dag ga ik trouwens vloggen. Dat is de enige dag dat ik op een donderdag ga vloggen. En misschien ook op een vrijdag. Dat jullie 4 dagen vlogs krijgen. Maar we zullen zien. Bye guys. Let's wake up the cat. Good morning. Hello. Good morning. Heb je lekker geslapen? And I'm done. I'm ready. Ik weet niet voor wat, maar ik ben in ieder geval klaar. Ik heb niet zo'n bepaalde yippie outfit aan. Ik ben een beetje koud, dus ik denk ik doe deze aan. Lekker warm. Ja, wacht even, deze lamp uitzetten. Ja, verder heb ik grijze broek aan, zwarte laarsje. Lekker makkelijk. Het is toch een beetje een hangdag vandaag, dus ja. Ik heb al mijn boeken net hieronder gelegd, zoals jullie kunnen zien. Daar heb ik er ook geen last van. Ja, zou je misschien een beetje kunnen horen. Ik luister altijd Engelse radio. En in dit geval, ik luister altijd BBC Radio 1. Text the words mini manager followed by your name and how old you are and I get somebody from the team to call you back. Die radio's zijn gewoon, ja, de radio's zijn gewoon echt super nice. Dus ja, ik ga nu even naar beneden eten en dus daar 9 uur hoorde ik net, dus dan misschien 10 uur. En ja, even eten. Even de ziekte. Hangdagje vandaag. Yay. Ik heb echt al elk weekend.
net te horen gekregen dat wij zo eventjes naar het centrum gaan om... Oeh, dat was close. Om een aantal spullen te halen. Mijn moeder wil de muren gaan verven beneden. We zijn nu, wat is het? Crème of zo. En ja, dus die wil ze wit hebben. En ik wil niet deze tas meenemen, maar deze tas echt stom is. Hij is echt big. Dus ik denk dat ik mijn rugtas pak, maar ik weet niet of ik die pak. Of dat ik die erachter pak, mijn paarse rugtas. Ik denk dat ik mijn paarse pak. En ja. Ik weet ook niet wat ik verder ga doen. Ik pak wel denk ik deze eventjes, dat is wat makkelijker. Jezus. Moet je kijken jongens, het is helemaal onder de haren van de kat. Dus ja, ik denk dat ik deze tas even meeneem. En hem... Nee, ik denk dat ik toch voor die andere ga. Dat is wel wat makkelijk om mee te nemen. Ook gewoon even om te vullen, weet je. Hij is toch leeg. Dus ja, ik ga deze tas even vullen jongens. En... Dan is het... Oeh, mijn klok. Die moet nog steeds opgehangen worden. Hij hing eens daar. Maar dat schilderij hing daar. En omdat die fotolijst daar moest, is die olifant daarin gegaan. En die klok eraf. Volgen jullie het nog? Dus ja, even mijn tas inpakken. En dan onderweg naar het dorp. Bye! Klaar jongens, we gaan zo weg. Ik heb het zoals je misschien kunnen zien... Ik heb gewoon een leerjasje overheen getrokken en daar overheen doe ik dan gewoon mijn jas, denk ik. Ik weet niet hoe warm het is buiten, de zon schijnt wel. En ja, ik neem gewoon die tas mee zoals jullie kunnen zien. Geen zin om moeilijk te doen. Dus ja. Hey jongens, zoals jullie kunnen zien, loop ik buiten. Ik ben nu weer onderweg naar huis toe. Leuke dag bij mijn opa en oma gehad en wees shoppen vandaag. Dat heb ik niet gevlogd, omdat ja, ik had het wel druk met dingen en zo. Dus ja, nu onderweg naar huis toe en de mensen kijken me alweer aan. En ja, dan is het eten en dat soort dingen doen. Dus ik heb een nieuwe beanie gekocht, zoals jullie misschien wel kunnen zien. Want die van Elfie... Mensen kijken me aan. Die van Elfie is nog steeds niet binnen. Die komt einde van de maand pas binnen. En het is morgen pas 1 februari. Dus ja, nu onderweg naar huis eten. En ja, dat zie jullie zo jongens. Hey jongens, ik ben thuis. En zoals jullie kunnen zien, heb ik eindelijk de beanie van Elfie. Ik ben zo blij. De tekst Sorry About My Hair. Het is zo goed en... Zo cool bedacht. Ik ben er super, super, super blij mee. Ik heb vandaag een beanie gekocht omdat ik dacht dat dit gewoon nog echt lang ging duren. Maar mooi niet. Hij is gewoon binnen. Een maand eerder zelfs, omdat hij binnen zou komen. Super, super, super blij mee. Ik heb Elfie het berichtje gestuurd via Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. Ik ben hier super, super blij mee. En ja. Ik had nooit verwacht dat ik hem zo snel zou binnenkrijgen, dus... Dit is echt super vet. Ik heb nu eindelijk... Ik heb het boek van Elfie. Die staat hier. Het Pointless boek. Ik heb de beanie van Elfie. Ik ben zo ontzettend blij. Ik was echt zo blij. Dus ja. Ik ga even genieten van mijn beanie. En even de rest van mijn spulletjes pakken. Die ik vandaag gekocht heb. Niet zo heel veel eigenlijk. En ja. Ik ben zo blij. Ik was echt niet normaal. Hoe blij kan iemand zijn met een beanie? Zo blij dus. Yo guys. Ik ben nu beneden al een tijdje bezig met mijn huiswerk. Nog steeds niet klaar en ik wil ook gewoon alles vandaag af hebben. Dat vind ik wel het makkelijkste. Elfie is mensen aan het volgen. En nu zien jullie mijn Twitter ook gelijk als die een beetje op scherp zullen. Wacht, dit is makkelijker. Yay! Dus dit is mijn Twitter jongens, als jullie het nog niet wisten. Volg me en ik volg jullie ook terug. Zeg wel ook eventjes dat je mijn vlogs kijkt, want dat vind ik dan wel leuk. Dan weet ik gewoon wie jullie zijn en zo. Dus ja, ik ga nu verder beneden mijn
mijn zo, hallo. mijn huiswerk maken. En ja, ik ben benieuwd wanneer ik klaar ben. Dus ja, het wordt eerst mijn huiswerk afmaken en dan zie ik jullie straks, jongens. Hey jongens. De beanie gaat de kast in. Ik heb er nu 3. Een zwarte, een grijze en dan die van Elfie. En ik wil ook nog een keer een rode. Maar het is nu... Hoe laat is het nu? Nou, wacht even hoor. Tien voor 10. En ja. Ik ben heel moe. Heel erg hoofdpijn en zo ook. Dus ik denk dat ik zo meteen lekker mijn bed in ga. Dit is mijn oude klok. Die gaat weg. En deze klok heb ik vandaag gekocht. De London Eye en de Eiffeltoren erop. Ik vind hem wel super vet. Dus ik ga kijken of ik die nu gelijk even ergens kwijt kan. Of dat ik hier gewoon nog even mee moet wachten. Dus ja, we zullen zien. En ik zal nog even wat vlogs kijken. Dus ja. Eens kijken of het gaat lukken. Hey jongens, zoals jullie kunnen zien, lig ik nu eindelijk lekker in mijn bed. Ik ben onwijs moe, onwijs veel hoofdpijn. En ja, ik wil alleen nog niet slapen. Maar ja, ik wilde zeggen but. Maar ik ga mijn avondje nog even volmaken met, denk ik, wat YouTube video's. En ja. Ik weet echt niet wat meer. Zo te zien is mijn hamster ook al wakker. En ja, ik weet echt niet wat ik verder ga doen of zo. Ik ben heel erg moe en ik heb heel gelast overal. Mijn voet doet nu ook heel veel zeer. En hoe dat komt, geen flauw idee. Dus ja, mijn mobiel zit nu lekker gekoppeld aan mijn laptop. En ik ga wat vlogs kijken, denk ik. Onder de elf of zo. Joe. Ik zal even mijn wekker zetten. Ik zat er denk ik aan 8:30 of zo. Dat had ik vanochtend ook gedaan. Misschien denken jullie, wat 8:30 op zondag? Natuurlijk, het is een beetje vroeg, maar... Als ik dat niet doe, dan slaap ik morgenmiddag nog, denk ik. Want ik ben echt kapot. Got it. Ik kan echt niet links vloggen, jongens. Op dit moment kijk ik naar wat vlogs van Marcus. Dan kunnen jullie dat beter zien. Hopelijk. Ik heb nog geen flauw idee wat ik ga kijken van Marcus, maar... Ik kom er wel uit, denk ik. Dus ja. Het is nu lekker een avondje chillen. Niet veel doen. En... Morgen vroeg op. Morgen heb ik nog aardig wat weer huiswerk te doen. Omdat ik er woensdag en vrijdag niet was. En zoals jullie net misschien gehoord hebben. Ik heb mijn eerste deelgedeelte van wiskunde al gemaakt. Wiskunde is nu eindelijk klaar. En... Ja. Wat nog meer? Geen flauw idee. Dit was waarschijnlijk echt de stomste vlog ooit, maar ik had gewoon heel weinig te doen, jongens. En als ik vlog in de winkels, ik wil het wel, weet je. Ik heb gewoon scheid aan mensen. Mensen me aankijken en denken van, ja wat, jammer dan. Dat moet je wel zijn als je vlogt, maar mijn ouders en opa en oma en dat soort mensen werken gewoon echt niet mee. Die zitten dan gewoon van, doe je telefoon weg. En ja, dat denk ik bij mijn eigen, of telefoon, ik bedoel camera.
Ik denk van ja, daar heb ik ook geen zin in, weet je. Als ik alleen shop met vrienden, dan doe ik het gewoon, weet je. Heb ik gewoon scheid en allemaal. Dus ja. That's it. Dus vandaar dat ik weinig gevlogd heb vandaag. Ik ga nu in ieder geval lekker zwaar eventjes vlogs kijken en dan slapen, jongens. Dus als jullie de vlog leuk vonden, give it a thumbs up. En ja, abonneer op mijn kanaal. Schrijf iets leuks in de comments. En ik zie jullie volgende week weer, jongens. Oh nee, wacht, het is zaterdag. Ik zie jullie morgen. Zo. Ik denk de hele dag dat het zondag is. Ik zie jullie morgen, jongens. En ja, Pure Darielle, als jullie kijken. Again, so much thank you for the phone cases. I really love them. And yeah, I miss you guys a lot. So yeah. Tot morgen, jongens. Good night.